Ze heeft een naam. Als het een artiestenaam zou zijn, zou die over de top zijn. Maar hij staat in haar paspoort. Romana Vrede. Welkom. Ik heb het gevoel dat ik op het toneel echter ben dan in het echte leven. En nu? Hier? Ja, nu ben ik ook wel echt, ja. Okay. ja. Gelukkig. Ja. Volgens mij kijkt Charlie nu vijf minuutjes. Had ik aan de oppas gevraagd. De eerste vijf ja. minuten. Mag ik even sprayen? Ja, je kunt uh, kiezen een camera. Hé jali hey Die, daar, ja. Hé hey jali alles goed? Alles goed? Mwah. Charlie spreekt denk ik... Hij heeft beheerd denk ik nu, laten we zeggen, 300 gebarentalen. En hij begrijpt alles, hè? 300 gebaren, dus ja. huis... Ja, huis, kom, kus, slapen, eten, drinken... Uh, Wat is mama? Televisie kijken, mama, Madagaskar... Oh de film. Uh, ja. 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 <laughs> ik heb een voorstelling gemaakt. Who's afraid of Charlie Stevens? En dat gaat gewoon over dat ik niet meer kan en niet meer wil. Ik bedoel, als ik op een gegeven moment iets tegen jou zeg en jij zegt, ja ik sta je niet, of uh, sorry, wat wil je? Zou ik waarschijnlijk opgeven, boos worden, weglopen of laat maar? Dat Charlie probeert het iedere keer weer opnieuw. Iedere keer weer opnieuw. Contact maken en mij begrijpen en zichzelf uh, zeg maar over, uh, uh, over proberen te brengen. Als, als ik heel de tijd tegen jou zou zeggen, hou, hou eens op met, uh, met dat knipperen. Hou het niet doen. stop nou, nou eens mee. Dan, dan op een gegeven moment denk je, ja, maar ik kan daar niet mee stoppen. Hoe moet ik dit doen? En word je boos of word je gefrustreerd of je trekt je terug. Maar jij zit heel tijd op mij te reflecteren heb ik het ja, idee. Ja. Is dat, heb je daar een handje van? Ja, enorm. Altijd, ja. Heel erg. Maar is dat om de aandacht van jezelf af te leiden? Of... Want dat uh, is in dit geval niet zo handig, hè? want het programma draait om jou. <laughs> uh, laten we hier een gesprek van maken en niet alleen maar een interview. Mm -hmm. daar kan ik ook niet zo goed tegen. Nee. Rotterdam is een harde stad. Het is, uh, ze is een soort soft porno actrice die haar portie <laughs> wel heeft gehad. Ze smaalt naar je. Dus niet echt lachen. En ze zal je niet helpen. Ze kijkt een beetje zo met haar flinte dunne sigaretten naar je. En dan doet ze dit. Dat is Rotterdam. Het gaat over: zeg maar zo, het ontstaan van inspiratie en van creativiteit en van kunst. En dat ik aan mijn vriendje, dat mijn vriendje toen tegen mij zei: kijk, kijk! En dat ik zei wat, die auto, uh, die man, en dat hij zei hoe het licht valt. Dus er is meer tussen hemel en aarde, inderdaad, en dat is kunst. Ja. Dat werd toen geboren. Ik heb het gevoel dat uh, kinderen vertrekken waar wij zijn gestopt, of zo. Ze zijn zo veel slimmer en wijzer. Kinderen vandaag de dag, bedoel je? Ja. Ja. Zo naar de pubers luisteren, of uh, als ik ze hoor praten. Daar heb ik echt heel veel vertrouwen in de wereld. Ik vind het heel mooi als iemand stil durft te zijn. Ja. Dat, uh, uh, ik, ik gebruik het zelf ook best wel vaak als ik uh, iets wil manipuleren, <laughs> of in het spelen. Uh, Charlie gebruikt het natuurlijk heel veel. En dat Charlie heel, heel zijn leven stil is, en dat ik dat eigenlijk de wijste manier van communiceren vind. Ik hou enorm van uh, boosheid. Ik vind dat een onderschatte emotie. Of een, zeg maar, een, uh, een emotie waar we een beetje op neerkijken. Ja, niet boos zijn nu. Nee. Nee, maar nu ben je boos. Snap laat je? het dus, los. Laat het los. Ja. Even time-out, zeggen we tegen kinderen. Weet je? je kan niet praten als je boos bent. Nee, Terwijl... mijn vriend zegt dat ook heel vaak tegen mij. Oh, dat is mij. heel irritant. Ja. Daar moet je iets van zeggen. Serieus? Zo so patronizing. We moeten verhalen vertellen die gaan over deze uh, wereld, over Nederland. En niet alleen maar uh, verhalen die gaan over een wit Nederland. Want dat is niet meer. Dat is niet meer. Er dat is, is geen niet, wit die, Nederland. Dat nee, is niet meer. Nee, dat komt ook niet meer. Af, klaar, afscheid ja. nemen nu. Ja. Maar ik vind voornamelijk de tekst sidder een beetje en barst dan in lachen uit. Ja. Daar word ik zo gelukkig van. Ik heb het je ook een paar keer zien doen vanavond, ja. Ja? Ja. Of in ieder geval in lachen zien uitbarsten. Ja. Oh, dat is fijn. Ja. Dit was Zomergasten in 5 Minuten. En wil je nog andere afleveringen zien? Klik dan even op de playlist. En abonneer je op dit kanaal om niks te missen van de VPRO.